Kinderen gaan naar school om te leren, plezier te hebben en vrienden te maken. School is ook een plek waar bacteriën kunnen worden overgedragen. Wist u dat een gewone verkoudheid, griep en maagklachten verantwoordelijk zijn voor meer dan 18 miljoen verloren schooldagen per jaar? Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt hoeveel leerlingen, docenten en personeel dezelfde spullen dagelijks met elkaar delen. Wist u dat bacteriën op de meeste oppervlakken zeker 48 uur kunnen overleven? Dat betekent dat ze voldoende kans krijgen om zich op tal van manieren te verspreiden en anderen kunnen besmetten. We weten dat bacteriën zich wel tot 6 keer van persoon naar persoon kunnen verspreiden. Bacteriën kunnen ook worden overgedragen wanneer mensen hun eigen gezicht aanraken. En we doen dit ongeveer 16 keer in een uur. Dit alles kan uiteindelijk de aanwezigheid en prestaties van de leerlingen en of de leraren beïnvloeden. Elke leraar is gemiddeld 4,6 dagen per jaar afwezig door ziekte. Dit heeft een grote impact op het schoolbudget, die moet zorgen voor tijdelijke opvang en vervanging. Het probleem stopt niet bij de schoolpoort. Het kan zich ook onder de ouders verspreiden. Wat niet alleen thuis, maar ook op het werk voor problemen kan zorgen. Het probleem is duidelijk. Dus om deze cirkelziekte te verbreken en om ziekteverzuim te verminderen in onze kinderdagverblijven en scholen, moeten we in de eerste plaats de bacteriën-hotspots identificeren. Dit is de eerste stap in een nieuw programma van Kimberly-Clark Professional, genaamd het Healthy Schools Project. Met diverse diensten, producten en lesmateriaal hebben wij een boeiende en voordelige oplossing voor onderwijsfaciliteiten gecreëerd. Dit programma helpt om de hygiëne op school te verbeteren en houdt iedereen gelukkig, gezond en klaar om te leren. Wij geloven dat het aanleren van goede hygiënegewoonten op jonge leeftijd ervoor kan zorgen dat zij dit voor de rest van hun leven zullen blijven doen. Dit programma maakt deel uit van onze duurzame productoplossingen die bijdragen aan een beter milieu volgens ons commitment aan Reduce Today, Respect Tomorrow. Het Healthy Schools Project. Om goed te functioneren moeten leerlingen gezond zijn.